Goedemorgen, daar ben ik dan met dag 4. En ik wil het nu met je gaan hebben over intermittent fasting. Ja, eindelijk. En dat wil nog niet zeggen dat je vandaag moet beginnen, hè? Want ik wil eigenlijk misschien morgen wel al over food preppen met je gaan praten, zodat je van tevoren je eten klaar kunt maken. Oké, intermittent fasting, vasten met tussenpozen, wetenschappelijk bewezen. Wat doet het allemaal met je lichaam? Nou, vooral je groeihormoon spiket het iets tot 2.000 tot 3.000%. Dat is echt enorm. Dus intermittent fasting is in eerste instantie een verjongingstool. Je lichaam krijgt rust door de uren dat je niet eet. Het is heel goed om bijvoorbeeld van 12 tot 8 wel te eten. En dat betekent dat je dan 16 uur vast. En als je vast, dus als er geen suikers van buitenaf, ook al zijn het goede suikers in de vorm van fruit, maar als er helemaal niets in je lichaam inkomt, geen supplement, geen citroensap, helemaal niks, dan gaat je lichaam een zelfherstellend vermogen aanspreken en dat heet autofagie. En wat je lichaam eigenlijk doet, is de oude celletjes opeten. Nou, dat is dus fantastisch en dat is dus het verjongingshormoon wat vrijkomt op die manier, groeihormoon. Nou, en dat autofagie. Je wordt weer insulinegevoelig. Dus je lichaam gaat alle suikers opeten, ook in je lever. En wat gaat hij dan doen? Want er zijn geen suikers meer op een gegeven ogenblik. Precies, dan gaat hij je vet aanspreken. Dus als jij het vol kan houden om een aantal dagen, zeg maar 8 uur per dag maar te eten, dan gaat je lichaam steeds vetjes opeten. En als jij bijvoorbeeld, wat ik zou doen, als je alleen als je de fanatieke versie bent, hè? Ik ben zelf een fanatieke versie, we doen zometeen ook nog een perenbart versie. Een fanatieke versie zou kunnen zijn dat je begint met 24 uur helemaal niks eten. Om je een hele reset te geven dat je in ene van alle suikers af bent. Dus jij stopt zeg maar 's avonds om 8 uur met eten. En de volgende dag om 8 uur 's avonds neem je bijvoorbeeld 1 maaltijd. Wel een lekkere grote maaltijd, hè? Zonder koolhydraten. Met heel veel vis of heel veel vlees en heel veel groenten. En er mag echt een berg op je bord liggen. Als jij dan zeg maar de aankomende 10 dagen goed eet in je vasten, dus van 12 tot 8 eet je dan wel. Je begint bijvoorbeeld met een groene smoothie om 12 uur. Een paar uur daarna eet je een hele grote biefstuk met heel veel groenten. Of je neemt een lekkere kop soep, zonder vermicelli dan, dus zonder koolhydraten. Koolhydraten zijn rijst, pasta, koekjes, snoep. Fruit, fruitsuikers zijn fructose, nou ja, wijn. Dus alleen maar eigenlijk vlees, vis, kip, eieren, kwark, noten, avocado, groenten. Dat zou je eigenlijk moeten eten. En wat gaat je lichaam dan doen? Je lichaam wordt een totale vetverbrander. En kom je in ketose. Dan gaat je brein op ketonen lopen. Word je extreem helder. En hey, dan wordt het helemaal leuk. Want dan val je niet alleen maar 2 keer zo snel af. Je bent heel erg bright. Hoorden jullie? Pink, die ligt ontzettend te snurken. Goed, hè? Gerrit ook. En de poes ook. Dan word je ontzettend bright. Ja, en dat willen we natuurlijk. Als je zegt van nou Mabel, ik vind het hartstikke eng 24 uur niet eten. Dat snap ik wel. Dan ga je gewoon bijvoorbeeld je timeslot proberen te beginnen met dat je bijvoorbeeld om 11 uur ontbijt en om 8 uur stopt met je eten. En dan doe je dat bijvoorbeeld een week. Of je doet eens een keer een dag. Mag je zelf helemaal weten. En als je aan jezelf laat zien van, nou dat durf ik wel, maar dan ga je van 12 tot 8. Je hoeft niet meer, hè? Daar komen we allemaal later op. Maar het mooie is, als je wel durft die 24 uur in ene en alleen maar water drinken en 2 zwarte koffie, voor de rest helemaal niks, hè? Dan is je suikerbehoefte meteen weg. Want we zijn allemaal verslaafd aan suikers. En als je in ene die reset wil maken, zou ik zeggen 24 uur. Je krijgt je immuunsysteem, krijgt een enorme boost ervan. Want je lichaam is eigenlijk een beetje in paniek, in gevaar.
gevaar? Wat gebeurt er in godsnaam? En dan gaat hij alles aanzetten wat heilzaam is voor je. Je vetverbranding, je testosteron, je immuunsysteem, je brein. Alles krijgt een reboot. Ja, dat vind ik natuurlijk geweldig. Dus, even resume. Ik zou, als je fanatiek bent, je willen aanraden, doe meteen een hele reset, 24 uur. Na die 24 uur neem je een hele grote maaltijd zonder koolhydraten. Zonder brood, pasta, vermicelli, nou, je snapt het wel, hè. Bloem, paneermeel, zonder koolhydraten. En dan de volgende dag om 12 uur tot 8 uur 's avonds ga je gewoon eten. Je hebt een e-book van mij hierbij gekregen. 365 dagen intermittent fasting online. En daar zal ik ook menu-suggesties in doen. En wat je ongeveer mag eten. Maar als het mooie is, als je vlees, vis, kip, eieren, noten, kwark en volle producten, roomboter, helemaal nooit meer light eten. Dus echt eten, een grote maaltijd op je bord. En dan ga je aan mij vragen, hoeveel calorieën moet ik eten? Kun je ook in het e-book vinden, kun je helemaal zelf uitrekenen. Doe ik misschien deze week ook nog een filmpje voor je op. En als je zegt van ja, ik wil gewoon oefenen. En ik wil gewoon het oefenen eerst met mijn koolhydraten, want ik wil dat pierenbadje. Nou, dan doe je precies het eten wat je normaal altijd al eet. Maar dan bijvoorbeeld van 11 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. Dus je mag het helemaal installeren. En als je zegt van nou, ik ga dat de aankomende 3 maanden 1 keer in de week proberen. Prima. En als je zegt nee, ik ben erbij en ik ga helemaal meteen met jou mee. Dan doe je die 24 uur. En dan heb je meteen die metabolic reset. De eerste paar dagen kan je ontlasting een beetje anders zijn. Omdat je hele lichaam gaat resetten. Kijk. En als jij bijvoorbeeld normaal gesproken 6 koffie drinkt, of aan de Red Bull zit, of heel veel suikers. Je lichaam gaat detoxen. Dus je moet drinken als een gek. Drinken water wel te verstaan. Hè? Ook geen nul calorieën spa rood met een smaakje erin. Nee, gewoon water. En als het gefilterd water is, vind ik dat nog beter. Maar drinken, want dat lichaam moet zich kunnen resetten. En het kan zijn dat je de eerste paar dagen een beetje koud krijgt. Het kan ook zijn dat je best al schoon eet, dat je nergens last van hebt. Dit heet een healing crisis. En het al naar gelang die intenser is, ja, die effecten krijg je dan. Dus je krijgt eigenlijk een beetje de rekening van je lichaam. Oké, hoe sta je ervoor? In onze besloten Facebookgroep met z'n allen. Dat linkje heb je gekregen in een van je eerste mailtjes. En anders zoek je het maar even terug. Kunnen we elkaar natuurlijk vertellen hoe het gaat. En hoe het is en hoe het aanvoelt. Dus dat is ontzettend leuk. En ik ga nog veel meer filmpjes maken. Wat is het verschil tussen vaste en een ketose dieet? Wat doet het nou met je brein? Wat doet het na ziekte? Wat doet het na herstel, na burn-out? Hoe is het preventief het vaste? Wat het doet met je libido en je testosteron. Dus we hebben nog zoveel met elkaar te doen. Maar dit is eigenlijk het begin. Dus die 24 uur die je installeert. Om 8 uur 's avonds eet je voor het laatst. De volgende avond om 8 uur eet je je eerste maaltijd. Zonder koolhydraten. En dan de volgende dag om 12 uur ga je gewoon beginnen eigenlijk aan je eerste schone dag. Intermittent fasting tot 8 uur 's avonds. En je zult merken, omdat je die suikers er eigenlijk al uit hebt getrokken, is het meteen heel makkelijk en heb je ook helemaal geen honger. Ik zou je aanraden om de uren dat je niet eet verse gember te kopen. Schillen. Ik schil het. Plakjes te snijden in je hete water. Dat is een ontzettende ontstekingsremmer. En het onderdrukt ook enorm je honger. Plus 2 zwarte koffie maximaal in je vast. En als je gaat eten na je eerste maaltijd, drink je geen koffie meer. En ook eigenlijk niet meer je gemberwater. Omdat dat eigenlijk, nou ja, maak er maar een soort Pavlov effect van. Dat je lichaam weet, oké, in mijn vast krijg ik heet water met gember.
En ik krijg twee soorten koffie. Als je koffie drinkt. En als je geen koffie drinkt, nou, dan drink je dat lekker niet. Dan drink je alleen het gemberwater. Je kan bijvoorbeeld ook een spa rood drinken. Dat is heel goed voor de zuurgraad in je, ja, in je maag. En het vult ook een beetje. Ik vind het heel erg lekker dat je toch het idee hebt, hey, ik heb een soort frisdrank. Dus dit is zeg maar het eerste filmpje over intermittent fasting. Maar we krijgen er natuurlijk nog veel en veel en veel meer. Nou, ik vind het ontzettend fijn dat we samen gaan beginnen. En als je zegt, ik vind het een beetje eng, doe je je pierenbartversie, hè? Dan kijk je gewoon eerst nog veel meer filmpjes en dan ga je beginnen. En ik kom snel bij jullie terug met de foodpreppen. Fijne dag, met liefde.